kunstrolschaatsen mag dan lijken op schaatsen op ijs, maar dit kan het hele jaar door. In Nederland is de sport nog erg klein. De Nieuwegeinse KRC Rolling probeert hier verandering in te brengen. We zijn echt met jonge kinderen nu proberen wat op te bouwen. Dat, ja, dat ook wat beter gaat allemaal. Waardoor we misschien wat meer naambekendheid krijgen. En, maar in principe, het is een supermooie sport. Het is heel jammer dat het gewoon niet bekend is. Sylvia doet mee aan de wereldkampioenschappen. Ze rolschaatst al haar hele leven. En vindt het om verschillende redenen een prachtige sport. De pakjes natuurlijk die we aan hebben. En ja, ik hou echt van op muziek rijden, van het gevoel. Maar dat gevoel is niet gratis. De pakjes, rolschaatsen en ook het vliegticket zijn behoorlijk duur. Dat we nu naar de WK gaan, ja, dat moeten we gewoon zelf betalen. En dat is wel eens jammer. De meiden verwachten geen kans te hebben op een podiumplaats. Ze moeten het opnemen tegen professionele teams als Italië en Spanje. Toch vindt de trainster het belangrijk dat de ploeg meedoet aan het WK. Want ze leren er veel van. Ervaring. We leren er heel veel. Je komt in contact met mensen die ons misschien weer verder kunnen helpen, ideeën geven. Het team hoopt veel te leren van de buitenlandse rolschaatsers. Ze willen dat meenemen naar Nederland om de sport te laten groeien.